Daar is goeie nuus vir verbruikers. Bankkoste het die afgelopen 2 jaar afgeneem en die vakbond Solidariteit skryf dit toe aan gesonde mededinging in die mark. Volgens die bankkoste verslag is dit boonop aansienlik goedkoper om een sogenaamde bondelrekening te hê as om vir elke individuele transaksie te betaal. Solidariteit het bevind verbruikers verskuif vinnig van diensverskaffers as hulle ontevrede is, maar hulle bly meestal loyaal aan hulle banke, omdat hulle 'n skuif as duur, verwarrend en tydrowend sien. Die loyaliteit kan beteken verbruikers betaal duurder as wat regtig nodig is. Solidariteit het Suid-Afrika se grootste 5 banke ontleed en bevind Standard Bank se koste is van die hoogste. Vir die laar- en middelinkomste groep Suid-Afrikaners is FNB en Capitec steeds die goedkoopste opsies. Maar verbruikers sal moet leer hoe om hulle geld beter te bestuur. Die eerste stap wat mense moet volg as hulle wil sien of hulle eintlik te veel betaal nog steeds vir hulle bankkoste en hulle die solidariteit verslag wil gebruik, is om te bepaal watter spesifieke rekening het hulle. Want al die banke het verskillende checkrekeninge. Dit is nie genoeg om te sê, nee, ek het 'n checkrekening by Absa. Maar wat een? Een bondelrekening waar klanten een vastgestelde bedrag betaal voor die meeste transacties is aansienlik goedkoper. Hubert sê die soort rekening kost die verbruiker tussen 80 en 100 rand per maand. Een rekening waar die verbruiker een individuele bedrag betaal voor elke transactie wat aangegaan wordt, kost beduidend meer. Gerard Pretorius, 1 Nuus.